Werken met vormen in Keynote. Vormen zijn natuurlijk heel handig. Je kunt op die manier overzichtelijke schema's maken of ergens de nadruk op leggen. Je vindt de knop Vorm bovenin de menubalk. Door op deze knop te klikken, verschijnt er een uitschuifmenu naar beneden met daarin alle vormen waar je uit kunt kiezen. Alle bekende vormen staan ertussen. Het enige wat je nu kunt doen is een vorm kiezen. Als je dat eenmaal gedaan hebt, verschijnt je vorm in je dia en dan kun je de vorm verder bewerken. Even extra aandacht voor de onderste optie, namelijk vrije vorm. Deze optie vergt wat oefening van je, maar je kunt er wel unieke vormen mee maken die precies passen bij wat jij wilt. We voegen een gewone vorm in om het te leren. Kies in dit geval voor het vierkant. Je vierkant krijgt een automatische opmaak mee van Keynote, waardoor je misschien vreemd tegen het object aankijkt. Geen nood, alles is aan te passen. Een vorm is in feite een object en kun je dus op dezelfde manier bewerken als een afbeelding. Dat maakt het groter of kleiner maken van een vorm of het verplaatsen een stuk makkelijker. Er zijn echter wel verschillen. Richt je aandacht nu op het infoblok en het tabblad afbeeldingsinfo. Zo kun je in een vorm zelf de vulling instellen. Wil je alleen een vierkant kader, dan kun je kiezen voor geen. Wil je toch iets anders, dan heb je de keuze uit vulkleur, verlooptint, geavanceerde verlooptint, afbeeldingsvulling of afbeelding met kleurtint. Zodra je een keuze maakt, dan verandert de vorm gelijk naar het gekozen effect. Je kunt altijd kiezen voor ongedaan maken om de vorm weer terug te zetten op de originele instelling. Als we iets verder naar beneden gaan in het infoblok, dan kun je de lijn om de vorm op dezelfde manier aanpassen. Je krijgt dezelfde keuzes als bij een afbeelding, wat betekent dat je ook nu weer een lijn, fotolijst of geen kader kunt toevoegen. Helemaal onderaan kun je de doorzichtigheid van het object nog aanpassen, waardoor je het object wat minder kunt laten opvallen in een dia. Zit de juiste vorm er niet bij? Dan kun je er ook nog voor kiezen om zelf een vorm te maken. Dit vergt wel enige oefening, maar je hebt dan wel de vrije hand.